Afgelopen vrijdag hebben zo'n 60 kinderen van Nijmeegse basisscholen gedebatteerd over verschillende Europese thema's. Twee teams gingen uiteindelijk naar de finale, die plaatsvond in de raadzaal van het gemeentehuis. Ik vond het heel erg leuk. We hebben het ook wel eens in de klas gedaan, maar het was wel heel, echt heel bijzonder om hier te doen. Nou, ik vind het wel jammer natuurlijk, maar niet dat ik het echt... Ik vind dat de andere tegenstander ook wel gegund. Rut Klein van de organisatie vertelt waarom het zo belangrijk is om op deze leeftijd te beginnen met debatteren. Nou, heel veel mensen denken dat debatteren iets voor oudere mensen is, hè, volwassenen of voor op het gymnasium. Maar we willen eigenlijk laten zien dat debatteren en je mening geven voor iedereen heel belangrijk is. En ook juist voor jonge kinderen. En hoe jonger je mee begint, hoe beter volgens mij. Ik vond het hartstikke leuk om te organiseren. Heel spannend. En het was natuurlijk maar de vraag of er genoeg scholen mee wilden doen. Maar ik dacht, oh, kunnen die kinderen het wel? Ze zijn 9 tot 12 jaar oud. Maar ze deden het hartstikke leuk. Ik ben heel trots. Nou, ik vond het heel erg bijzonder om te doen, want ik heb het nog nooit zelf meegemaakt. Ik heb het wel eens op tv gezien, maar ik heb het nooit echt zelf gedaan en ik vond het echt een hele leuke ervaring. Ik vond de tegenpartij eigenlijk wel wat beter, maar ik ben er wel heel erg trots op mijn team en op mezelf. Ik vind het echt heel knap.